Hey mensen van MacNab Games, welkom bij nieuwe Sleeping Dogs. Wij gaan weer even een nieuwe case ophalen. Een nieuwe zaak, want de moordzaak van de seriemoorder. Dit is van ons jongens. Let op. Pam pam pam. Nou, alleen de onderste verdieping, niet al die huizen ook nog. See, wat een fucking baza appartement we hebben gekregen, vergeleken met de eerste. Nou. Wat je voor mij kunt doen is mijn auto geven. Daar vraag ik toch altijd om. Oh. Wacht even. Ik wil een paint job. Een nieuwe paint job wil ik hebben. Geef me nog een auto. Ja, ik wil toch met een kleurtje. Jawel, dat doe ik wel. Lul. Want dat vind ik leuk. Ballenzuiger. Deze pakken we. Rood. In het daglicht. Donkerrood voorop lijkt het en hij veet. Ja, hij doet een veet naar normaal lichtrood. Dit is van ons zeg. Jezus Christus, wij hebben het goed. Maar we gaan even die nieuwe case doen. Even een nieuwe zaak. Dit is even een eindje weg. Sorry. Kon ik niks aan doen. Excuus. Waarom rijden ze hier allemaal? Hier rij ik al. Ga weg. Niemand mag jullie. Maar... ik zei de vorige keer dat hij goed stuurde, maar dat viel toch eigenlijk best mee als je niet twee banen rijdt. Het regent! Het regent, de pannetjes worden nat. Ik kwam met twee soldaatjes aan, die konden niet meer blijven staan. Het regent, de pannetjes worden nat. Oké, Michael, hou op met zingen. Jij kan niet zingen. Er zijn wel een paar afleveringen terug achter gekomen, dus waarom ga je het nog proberen? Omdat het leuk is. Ja, oké, dan moet je het doen, hè. Als je het leuk vindt, moet je het doen! Het regent. Au! We zitten nu in Centraal. Centraal. Aan de kant. Au. Aan de kant. Moet er langs. Moet er langs. En aan de kant. Ook een manier van mensen inhalen. Ook een manier. Aan de kant. Aan de kant. Hè? Het duurt lang voordat mensen eens echt aan de kant gaan voor je. Hier kun je gelukkig over die tramlijn. Want daar rijdt nooit iets. Ja, trams, maar... als ze te rijden, dan ga je gewoon alleen. Maar die heb ik nog niet eerder tegengekomen daar. Die tenminste dat ik daar overheen wil rijden dat het kwam. Ik ben wel eens aangereden door zo'n eentje hier. Daar waren jullie bij. Dus waarom noem ik het? Jullie weten het wel. Ik dacht er even mooi zo tussendoor meteen die hoek goed te nemen, maar dat deed ik niet. Dat deed ik eens voor de verandering niet. Dat was politie. Ik wil deze baan. Daar ging een tonnetje. Een tonnetje. Oké, we gaan toch nog even een keer dit doen. Omdat het leuk is. En omdat het regent. En omdat het kan. En omdat wij nu in North Point zijn. Maar... aan de kant! Ik moet er eventjes langs en dat vinden jullie allemaal niet erg. Deze man zou ik nog helpen. Maar dat doen we een andere keer. Niet nu. Wanneer er weer een aflevering komt dat ik allemaal gele doe. Waar gaan we over mij heen rijden? Ik rij over mensen heen. Of ik wil mensen aanrijden, maar in plaats daarvan rijden ze over mij heen. Ik weet niet hoe ik moet praten. Het is moeilijk je oppraten. Ooit geprobeerd? Moeilijk. En vooral als je aan het rijden bent. Dat is gewoon hetzelfde. Dit doen is eigenlijk hetzelfde als bellen tijdens rijden. Aan de kant! Waarom moet je nou net daar zijn op het moment dat ik daar moet zijn? Aan de kant, bitch. Zo. Dan gaan we een nieuwe zaak hier krijgen. Een nieuwe zaak. Wat is dit keer? How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Fine, sir. I understand. I'll figure it out. Maar nou weer. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. I got something for you. And I'm all you need to close it. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now, I'm not gonna lie. Nah, what is it? Kidnapping down at the K-bar. Russian hostess. Probably here illegally. Now, I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but...
You've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Okay, dat zou ik doen. Are you sure? I've never heard of Loki. I've never even heard the name. Who ever heard of a triad named after a Norse god? Someone in your department is... Het is Loki! Wie kent ze nou niet? Fucking Loki. Wel cool dat er een triad is genaamd Loki. Is er dan ook eentje die Thor heet? Gewoon, voor de grap. Maar we gaan die kidnapper lead doen. Dus we gaan alsnog bezig met die... Met die kidnapping. Daar waren we dus op aan het wachten voor dat belletje. Holy shit, dankjewel. Want vorige keer belde Aliana ons daarvoor. Dat is het nadeel in zo'n snelle wagenrij. Als je eerst eraan knapt, dan vlieg je 10 meter in de lucht en holy shit, what the fuck. Probeer alleen langs te gaan, maar omdat regent is ook een slippery, slippery, slip, slip. En slippen we alle kanten op. Ik probeer over de stoep over te steken, maat. Dat mag toch wel. Je ziet dat, dat behendige, dat heeft hij gelukkig wel. Dat je gewoon behendig er tussendoor kan rijden. Het verkeer vandaag, is het zondag? Jezus zeg. Nee, het is spetsuur denk ik. Ik denk dat dat het is. Zie mijn god, wat veel verkeer. Oh, ik moet hier. Maar gelukkig gaat het in deze auto wel alles lekker snel. Gaan we lekker door. Ik geloof dat dit ook de laatste case is, als ik mij niet vergis. Want ik heb even opgezocht hoeveel opdrachten er nog zijn. Ik geloof dat dit de laatste case is. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ga nou aan de kant, hè. Is het nou zo moeilijk om niet voor mij een auto te staan op het moment dat ik gewoon bij wil rijden? Maar dat je gewoon ergens anders gaat staan, naast me, aan de andere kant van de weg. Bij je schoonmoeder op de stoep, maakt mij het uit. Als je maar niet bij mij in de buurt staat, want mij sta je flink aan de weg. Zo doen we dat. Hij stuurt toch wel, hij slipt wel lekker door. Maar, hij gaat wel heel strak. Hij stuurt wel strak, dat is wel fijn als je bijvoorbeeld zo moet slalommen zoals hier. Maar toch, ja, ik weet nog niet, ik vind hem niet perfect. Niet perfect sturen, maar wel heel fijn sturen, dat toch wel. Aan de kant! Aan de kant! Moet ik aan de kant gaan voor me? Waar is Iliana? Waar moet ik heen? Oh, dat is... Oké, wat is hier? Moet naar Iliana. Nog niet. The Katushka have any favorite clients? Guys that liked her particularly? Or anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it? Special friends. Special friends. Okay, laten we eens even met meneer Chan praten dan. We praten dan eens met meneer Chan. Oh, hij had twee chickies. Nou weet je wat? I don't give a fuck, Han. Han. Chan? It's Mr. Chan to you. Chan. What do you want? I got a couple questions about Katushka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the Sun on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. I have nothing but respect for the Sun on Yi. Okay. Verdamme. I will help you any way I can. Mooi, doe maar. We are friends. Friends. Ja, gewoon vrienden. Oké, we had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this? Dat is vervelend voor je, man. I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. But I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? Dat is nou vervelend, man. Hij heeft dus al een vrouw, maar ondertussen loopt hij wel allemaal chickies te hosselen. Dat is mijn taak, chickies hosselen. Nou, we moeten even hierheen. Oh, leave the keybar by the back door. Kan ik hier langs? Zo. Waarom moet ik trouwens door de achterdeur? Waarom kan ik niet gewoon via de voordeur gewoon? Dat is al veel makkelijker. Gewoon waar ik vandaan kom. Nee, we moeten het moeilijk doen.
Oh, oké, daarom. We moeten hier naartoe parcouren. Hoe komen we daar? Ik denk gewoon heel simpel, gewoon omlopen, hè. Oh, hier. Zo, mooi. Hop, hop. Hoppakee. That's how we do it. Hoppa. En dikke man. 1, 2, hoppakee. 3, 4 glazen bier. We gaan dwars door het hek heen. Oh, we moeten hem pikken. Dat is altijd leuk. Kom op. Zo. Zo, en er nog eentje. Hoppa. Dankjewel. Is het trouwens niet iets wat niet mag? Gewoon hier zo klimmen. En dit is het appartement. En we kunnen zo naar binnen. Check phone. Niks interessants. Wat is daar? Het ziet er wel uit alsof hier gevochten is, hè? Jezus Christus. Take a picture of the document on the fridge. Holy shit. Ik wil even een rechte foto. Zo, inzoomen een beetje. Zo. En verder, wat moet ik verder nog doen? Call Tang. Contact Tang. Tang, it's Wei. I need you to run a phone number for me. 5550-1514. I'll call you back. Mooi. Wat zij is dus hier aangevallen, lijkt me. Wei, you might dat is snel. The number belongs to Yarquai Lai, Fisherman Lai. He's affiliated with 18K. Runs a number of businesses along the waterfront. We think he's heavily into their smuggling operation. Know where I can find him? He likes to gamble. Frequents a little place in Central. I'll text you the address and his mugshot. Good. Okay, mooi. Plant a bug on him, see where he takes the girls. How you gonna do that? I'm gonna lose it to him. At poker. Okay. Ja. Case update. Dat was hem. Ik moet dan even wachten voordat ik hier overheen mag springen. Dus is aangevallen. En een nieuwe cop experience. Want we hebben niks gedaan wat niet mocht. Alles gewoon goed gedaan. Dus we mogen een nieuwe kiezen. Increase ramming damage. All damage down when ramming another vehicle is increased. Is handig als je bijvoorbeeld politie wil afschudden. En slow motion van fault shooting. En disarm last longer. Nee, dan vind ik deze toch wel makkelijker. Om sneller van die politie af te zijn. Dat ik die beuk wel harder kan uitdelen. Oké. Dat is wat we dus hebben gedaan. De volgende keer gaan we weer verder met Bedlock. Dat is weer even een eindje die kant op. Maar goed. Ik bedank jullie wel voor het kijken vandaag naar deze aflevering, denk ik. Of is het nog lang niet zo laat dat we dat kunnen doen. Nou, weet je wat? We gaan even kijken voor deze drugbus die ik hier in de buurt zie. Dan hebben we die ook meteen gedaan. Maar als trouwens dat deur op, op slot stond, waarom is die achterdeur dan open? Of is hij niet geklommen? Hoe is hij dan daar gekomen? Vraag ik me dan af. Zo doen we dat. Hartstikke idee. Dan gaan we hier weer even door. Makkelijker, hè? Door de karaoke bar hier. De K-bar. De karaoke bar. Daar staat dus de K voor. Vroeg ik me altijd al in mijn hele leven af. Oh. Nee. Sorry. Ik heb me al een masseur. Een massage. Even trouwens. Nee, deze. Wang Fu Parking. I know dat ik die daar binnen loop. Maar ik wil even mijn auto daarvoor hebben. Oké, ik ga meteen toeteren. Aan de kant. Aan de kant. Dankjewel. Okay, waar is hij? Hier. Zo. Dan zijn er al een stuk minder. En nog een keer. En blijkbaar alleen als ik vooruit ga, dood ik ze ermee. Maar dat is wel leuk zo en makkelijk zo. En nog eentje. Oh.
Zo, toen waren er nog maar 5. Dan waren er nog maar 4. Politie vindt het helemaal niet erg wat ik hier allemaal aan het doen ben. Au! Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Jammer joh, bitch! Motherfucking! Au! Oh, jou pak ik even je mes af, joh. Bitch! Oké, had ze idee. Nee! Au! 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 Op! Even wachten, jongens. Even zo. Dankjewel. Oké, ik zag dat er hier net nog eentje was. Die was gevallen. Au! Kom maar. Oké, kom. Kom. Oké, kom maar. Nope. Au. Oh, oké, kom maar. Kom. En... Oh, nee, 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 nee. Au. Nee, oké. Stop, 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 stop. Hier, kom maar hier. Hier kan ik jullie aan. We gaan het gewoon ouderwets. Au. Kom maar. Oké, dan escape ik wel. Oké, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Bam! En wegwezen jullie. Wegwezen. Ga weg. Kom op. Ik wil jullie niet meer zien. Kom op. Ga weg. Ga weg. Ga weg. Mooi zo. Oké, daar is de camera. En het is hier om de hoek, gok ik. Daar is het. Zo de gek zeg. Wat een verkeer. Ik begin meteen allemaal. Dat is een fucking koetertoeter of zo. Ik weet niet of het klinkt als een koe. Alles is fout. Nou, dan pakken we de 4, de 5, de 6 en de 7. 5 en 7 kloppen. Dan gaan we de 5 hier proberen. Hier de 7, hier de 8 en hier de 9. Alles het op een andere plek. Oké. Dan gaan we eens even doorschakelen. Hier hebben we de 5 al gehad. Maar hier is nog niet de 7 geweest. Hier hebben we nog geen 5 gehad. Hier wil ik dan de 9 zien en hier de 8. Wauw, hoe wist ik die? Het leek alsof ik hem wist, maar dat was het echt niet. Jezus, dat was knap van mij dat ik dat wist. En dan gaan we naar huis. Dan gaan we naar dichtbijzijnse huis. En dat is hier. Zo. Van de kant. Ik toeter en jullie staan allemaal stil. Dat is... Daar heb ik jullie gewaarschuwd en jullie luisteren niet. Mijn schuld niet. Get the fuck out of my way. Bot. Zo doen we dat. Aan de kant. Sowieso geen brokkenpiloot. Sowieso niet. Hey! Bitch. Dan ga ik wel zo hoor. Kom er even voorbij. Hallo meneer. Mooie auto heeft u. Die heb ik ook. Dan gaan we eventjes zo. Hoppakee. Oh, ik ga er al voorbij. Hier staat nog mijn vorige wagen. Ik parkeer mijn nieuwe kapotte wagen daarbij. Zo hoort dat. Zo, weer 18 euro verdiend. Zo. Ja. Hoppakee. En dan is het deze. Oké, waar zijn ze? Waar is de vent die het onderhandelt? Dat kan deze zijn. Ik denk dat het die is. Gaat hij onderhandelen? Denk het. Wat loop je te doen, vriend? Nou, omdat je hier aan loopt, ga ik je arresteren. Fuck jou. Ik zie er een tas liggen. Waar is de politie? Komt die hieronder? Ja, die komt hieronder. Zo! Hebben we deze drugbust ook weer netjes afgerond. Yeah!
We got hem. Yeah. Weer 10.000 verdiend. Zo verdien je makkelijk geld. Oh, we moeten ons wel even wassen. Dat doe ik nog heel even snel. Dan hebben we een wat langere aflevering dan normaal. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Dat vinden jullie ook alleen maar leuk, toch? Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter. En dan... Dit is te close, wacht even. Zo, mag ik even kijken. Druk een duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie achter. Zeg voor de twee dingen, maar maakt niet uit. Later. Aan de kant. Ik moet er even langs met mijn blaas. Aan de kant. Ik kom even voorbij gaan blazen. Lalalala. En niemand om me tegen. Niemand om me tegen. En we fucking doen, blaas.